Ook die wordt geïntroduceerd. We gaan naar paard Voltige. Introductie door Herre Zonderland. Eerste element. Oh, naar de bier. Ja, salto. Dit zijn de kringflanken. Dat is de belangrijkste grondstof in het voltigeren. Als je van de ene kant naar de andere kant van het voltigepaard verplaatst, heet het een transport. Elke turner moet minimaal één transport laten zien. De Chinees Zhang is de heersend wereldkampioen en voerde vorig jaar deze vorm van transport uit. Een variant op de kringflank is de Thomas Flair. Hier de Amerikaan Kurt Thomas zelf. 1, 2, 3. Hij won in 1979 WK zilver met zijn nieuwe techniek. Dan zijn er de schaartechnieken. Dat zijn zwaaitechnieken in het verticale vlak. De Hongaar Christian Berki turnt fantastische schaarbewegingen. De keer- en wendzwaaier zijn de vierde bouwstenen op voltige. Daarbij draai je om je eigen as. Wereldkampioen Zhang beheerst deze techniek als geen ander. Keer- en wendzwaaien vereisen nauwkeurige handplaatsing op de beugels. Een kleine misgreep en je bent uit balans. De afsprong moet de climax zijn. Wie dat combineert met een transport en veel draaien, mag zich een voltige topper noemen. Ja, het paard Voltige. Eerder deze week in de kwalificaties was dat geloof ik niet helemaal het favoriete onderdeel van de Nederlanders, hè? Nee. Het is voor heel veel landen een crime om Voltige een beetje goed door te komen. En waar zit hem die moeilijkheid precies in? Moeilijkheid zit hem vooral in de snelheid die je moet opbouwen om in het horizontale vlak te blijven. En daarbij ook de balans die je moet hebben om op het toestel te blijven. Ja, en ja, je mag eigenlijk niks aanraken behalve met je handen. Met je handen. Je moet redelijk hoog zitten in de flank, waardoor dus eigenlijk het balanceren op het paard alleen maar moeilijker wordt. Ja. Dus er zijn heel veel landen die gaan daar de fout mee in. Ja, dat hebben we dus gezien. Ik geloof dat 3 van de 5 Nederlanders die we deze week in actie hebben gezien... Ja. In de landen kwalificatiewedstrijden dan afgingen. Hoe kan je dat verbeteren? Moet je de jongens meer krachttraining laten doen? Is het een kwestie van ervaring ook? Of spanning misschien? Het is een kwestie van ervaring. Veel doen. Het vertrouwen hebben erin. En eigenlijk is het meest verstandig om in een soort met overload situatie te zitten. Dus daar bedoel ik mee te zeggen dat je dus eigenlijk meer kan op het toestel dan dat je eigenlijk nodig hebt op de wedstrijd. Waardoor je dus eigenlijk het niveau terug kunt. Dus je hoeft je niet op je 100% te gaan turnen, maar op je 80 of 70% te gaan turnen. En daardoor kun je dus zo'n moeilijk en eigenlijk gevaarlijk toestel voor turneren, voor je meerkamp, kun je dus eigenlijk een beetje inkapselen. Ja, dat als de zenuwen erbij komen, dat je dan nog steeds een fatsoenlijke oefening kan. Ja, zenuwen erbij. Misschien is het je eerste toestel. Dan krijg je nog eens een keer ook dat je de wedstrijd moet starten en je bent koud. Dus je bent nog niet in de wedstrijd. Ja. Of je krijgt het publiek er nog eens bij, die je behoorlijk aanmoedigt. Ja, het zijn allemaal druk van buitenaf. Je kan het als druk zien, maar je kan het ook zien als juist extra motivatie. Ja, en er zijn eigen land, familie erbij. Ja, en er zijn mensen die daar een positief resultaat uit halen. Maar er zijn toch de meeste mensen die er een negatief resultaat uit halen. Dus het is een kwestie van flink blijven trainen en toch het volle vertrouwen hebben in jezelf omdat je het kan. Ja. Nou, die finale die komt zo direct eraan. Dat duurt nog een paar minuten. En dat geeft ons de gelegenheid om eens te gaan kijken naar het vorige WK-turnen dat gehouden werd in Rotterdam. Want inderdaad, het was er al een keer. Het was lang geleden. 23 jaar geleden, in 1987. En toen zag het er zo uit. Suzanne Berenpoot concentreert zich voor de brugoefening. Wow dan! Kip op de televisie. Hoe bijzonder is deze dag voor jou vandaag? Want jullie zijn hier met de groep van 1987. Ja, dit is echt een hele bijzondere dag. Het is echt een gevoel van klotsende oksels, omdat je weet hoe het voelt qua spanning en qua beleving. En de KNGU heeft een mooi gebaar naar ons gedaan om ons allemaal nog opnieuw uit te nodigen. Dus we zitten er ook eigenlijk gewoon een dikke reunie te beleven. Ron Lamboe, de verslagen kampioen dit jaar van Willehuizen.
viermaal achter elkaar was hij onze nationale kampioen. Bij zijn vrije oefeningen. Het begint met kijken met een mooie dubbele soef. Lachen nee! Ja, goed. Ik kom zo weer terug. Ik moet even met die man meelopen. Ga maar gauw. Hier in Ahoy kom je wel vaker voor popconcerten of andere dingen. Maar nu ik echt die turntoestellen zo zie staan, ja, dan denk je toch wel weer terug aan 23 jaar geleden. Ja, zo voelt dat? Ja, dat was, ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Dat was ook wel. Dat was ook mijn laatste wedstrijd die ik echt deed. En toen was het voor mij ook echt afgelopen. Mooie reuzendraai. Ja, gelukkig. Het gaat heel goed. De Gingersalto. Wat is vooral jouw de herinnering waar je als eerste aan moet denken? Het dak ging er echt af en dat wij er echt zo liepen van... Wat gebeurt ons hier? En dat gevoel dat leidt me nog steeds door mijn emoties heen. Ik draag het echt altijd bij me. Dus het is wel een onuitwisbare indruk geweest. Dubbel salto. Jawel. Een goede oefening van Suzanne. Wij zijn zo de groep geweest die zijn gaan pionieren in het moderne turnen. Dus ik moet zeggen dat wij echt wel in 70 turnen juist op de kaart gezet hebben. En dat gevoel heb ik ook heel duidelijk. Wij moesten het hebben van het Nederlands kampioenschap. Dan hadden we altijd geloof ik 5 of 6 minuten bij de NOS. En ik werd altijd wel Nederlands kampioen, dus dan kwam ik in beeld. In mijn woonplaats Zoetermeer ben ik nog steeds wel de Ron Lambeau, die meervoudig Nederlands kampioen turnen. En ik kwam toen wel veel in Amerika, daar trainde ik veel, daar kwam ik veel. En daar was je als turner, had je wel aanzien. En als je in Nederland zei, ja, ik ben nummer 103 van de wereld, dan zei je, ook niet zo hoog. Maar in Amerika, daar was het van, ja, jeetje, je bent wel de beste van je land. Wat doe ik nu? Nou, ik ben nog steeds als choreograaf gemoeid met de turnen. Ik maak ook de oefeningen voor Celine en voor Joy. En daarnaast ben ik samen met mijn zus een bedrijfje gestart in lifestyle artikelen. Dus slimme tassen en meer en dat soort dingen, van Flink. Ik ben sales manager bij een heel groot transportbedrijf. En ja, sales manager is ook topsport. Dat is ook plannen maken en doelen samenstellen en uiteindelijk je targets halen. En daar heb ik heel veel plezier in. En dan nogmaals een dubbele salto. Bravo Suzanne. En kijk eens naar de reacties van haar supporters. Het was 1987, 23 jaar geleden. Hoe oud waren jullie toen? Jij was 5. 5, ja. En jij? 16. Weet je er nog iets van? Nee, helemaal niets. Nee? Nee. Was je toen überhaupt geïnteresseerd in dat WK? Of? Nee, nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk dat nooit zo heel erg gevolgd heb. Ik heb het wel op televisie gezien, dat soort dingen. Maar veel dingen van herinneren, dat weet ik niet. Maar dat is pas later gekomen dus, die interesse? En... Ja, ik heb bijvoorbeeld wel al die banden van die wedstrijden allemaal opgenomen. Op de video van destijds. Hè. En later, toen ik trainer werd, heb ik dat allemaal wel terugbekeken. Maar niet zozeer bewust dat wij als Nederland zijnde daar al meededen en hoe groot het allemaal was. Ben ik niet geweest. Als je die oefeningen van destijds ziet, is wel het een en ander veranderd, hè? Ja, er is ik geloof dat jullie bij de vrouwen nu dus de vloeroefening van de mannen van toen makkelijk aankunnen. Of nog, toch nog niet? Ja, wat je net inderdaad zag, kunnen we dat nu makkelijk aan, ja. Maar de vloer is ook heel erg veranderd. Hij veert een stuk meer. Je ziet bij de brug dat de brug nog heel erg smal stond. Die is nu een heel stuk breder geworden. En de toestellen zijn eigenlijk gewoon een stuk beter geworden. Ja, u hoort misschien al de keiharde muziek achter ons. Het is tijd voor de volgende finale. Paard Voltige, Hans. Ja, en daar komen ze, de 8 finalisten met voorop. De man die we zojuist ook zagen in het uitlegfilmpje van Herre Zonderland. Aan de rechterkant. De Hongaar Christian Berki. 8 mannen die zich dus vanuit de 325 die aan de kwalificatiewedstrijden deelnamen, hebben gekwalificeerd voor deze finale. En het zijn allemaal kunstenaars, evenwichtskunstenaars. De Brit. Ja, en in die 8 dus ook de Belg, Donny Truijens. We hebben dus in deze finale een Hongaar, een Australiër, een Fransman, een Kroaat, een Belg, een Sloveen, een Armenier en een Brit.
En loting heeft bepaald dat Christian Berki uit Hongarije moet starten. Hij heeft zich als eerste geplaatst voor deze finale. Hij won vorig jaar bij de wereldkampioenschappen de zilveren medaille. Maar omdat de wereldkampioen is er niet bij, heeft zich niet gekwalificeerd. Ja, zo gaat dat. Heeft hij op papier nu zeg maar de beste kansen. Want als eerste geplaatst met 15.900. Maar hij moet het wel waarmaken. Dat is de man dus van de huizenhoge schaarbewegingen. Die gaan zelfs door de handstand heen. Hij is ook viervoudig Europees kampioen. De laatste keer was dat in Milaan, 2009. Maar dit jaar bijvoorbeeld bij de Europese kampioenschappen haalde hij niet de finale. Want één foutje is fataal in de kwalificatiewedstrijd. Maar nu gaat het om de finale. Nu gaat het om de wereldtitel. Christian Berki. 25 jaar uit Boedapest. Hij begint met die schaarbewegingen. Kijk hoe hoog. Beenspreiding. Kringflanktechniek. Nu alles op één beugel. Het keren en wenden. Prachtige balans. Voeten blijven mooi in het horizontale vlak. Ook transporteert hij zijn lichaam naar het paardeinde. Oh, hij raakte daar even met zijn benen het paard. Maar hij gaat goed door. Een transport heen en een transport terug. Nu op deze manier een transport. Kunst is dan om goed in het horizontale vlak te blijven. Hij gaat naar zijn afsprong met een lengtasdraai en een transport. Super afsprong dus van Christian Berki uit Hongarije. Die hier op een geweldige manier deze WK-finale opent. Ja, dan ben je natuurlijk super gelukkig. Want zoals ik al zei, één klein foutje, één kleine balansverstoring en je bent weg. Je bent gezien. Ja, hier raakte hij met zijn benen even het paard. Dat hoorden we ook, maar je ziet dat ook aan het bewegen. Want dan zie je gelijk dat die bewegingen krapper worden. Dat gestrekte lichaam wordt wat teruggehouden, want hij moet dan weer... Het ritme gaat eruit en dan moet dat ritme weer op gaan bouwen. Voordat hij weer die hele ruime klinkflank heeft, zoals hij dat nu bijvoorbeeld doet. Hè. Dan zie je hem ruim over de beugels en over het paard heen gaan. En dat heeft hij nodig om vanuit die zwaai naar de handstand toe te gaan. Want je mag niet laten zien dat je er kracht voor nodig hebt. Dat moet echt met souplesse uitgevoerd worden en dat doet hij. Ja, uitstekende oefening van Christian Berki. Dan krijgen we nu hetzelfde als bij de vrouwen op sprong dat de eerste gelijk de toon zet. Maar goed, in ieder geval, de zeven andere finalisten kunnen hier hun tanden inzetten. Christian Berki. In 2005 werd hij voor het eerst Europees kampioen in eigen land, in Debrecen. Een stad het oosten van Hongarije. 6.70 moeilijkheidsgraad, 9.133 de uitvoering. En dan is 15.833 de eindscore. De optelsom van de moeilijkheidsgraad plus de uitvoering. Dan uit Australië. Prashant Selaturai. Deze maand 24 jaar geworden. Ook een specialist op dit toestel. Bij de wereldkampioenschap in 2005 in Melbourne stond hij voor het eerst in die finale, werd hij zevende. Een jaar later in Aarhus won hij zilver. En vorig jaar brons. Kijk, ook hij naar die handstand. Heeft een hele hoge steun. Hoog tempo van werken, maar hij is ook korter dan Berki. Qua lichaamslengte. Kijk, op één beugel, achterwaarts wandelen. Hup, lengteas draai. En aan het aanbellen paardeinde, een transport. Ja, er zit echt versnelling in. Als een Australische Ferrari gaat hij over het paard heen. Achterwaarts wandelen. Op de beugel, van daaruit naar de handstand en een lengteafdraai. Jongen, jongen, jongen. Wat een tempo heeft deze man. Selaturai uit Australië. Een specialist op dit toestel. Neemt nu de felicitaties in ontvangst. Chinese trainer. Ja, want de kennis uit Rusland, Roemenië en China is de laatste 10, 20 jaar enorm verspreid over de wereld. Al die trainers die hebben posities gekregen daar waar nog kennis nodig was. En dat heeft de turfsport nog meer gemondialiseerd.
nog meer verspreid. En hier zien we op die handplaatsing. Kijk, achterwaarts, de vingers geopend om het steunvlak zo groot mogelijk te maken. En van daaruit naar de handstand. Ja, omdat hij dus alle drie de paardeinden even aanraakt met die afsprong, wordt de waarde van het element hoger. En daardoor krijgt hij weer een tiende punt extra in de D-score. Dus als je maar twee paardeinden gebruikt, aanraakt bij de afsprong, dan krijg je dus minder punten als dat je de drie paardeindes aanraakt. Ja, het paard is dus altijd al een toestel wat heel lang in gebruik is. 15.566, dat is dus nog, ja, dat zit nog ruim 2/10 onder Berkie. Berkie leidt en de Australië staat op de tweede plaats. Maar hij is gewend om achter Berkie te eindigen, want dat was ook vorig jaar bij de wereldkampioenschap. Toen werd Berkie 2 en Seletourai 3. Uit Slovenië, Sasso Bertoncelli, specialist. Achtste bij de Europese kampioenschappen vorig jaar in Milaan. Derde bij de Europese kampioenschappen dit jaar. Hoge steun. Even de benen uit elkaar. Oei, slordigheidje in de benen. Ja, als je even uit balans bent, dan moet je alles doen om het ritme vast te houden. Hier ook weer slordigheid uit balans, volledig weg. Ja, zo zie je, voltigeren is balanceren. Je kunt het vergelijken met de evensbalk bij de vrouw. Ook dat is balanceren. En als je dan een fout maakt, ben je een vol punt kwijt. Je krijgt 30 seconden de tijd om je oefening weer te hervatten. Doe je dat niet, is het einde oefening. Maar dan gaat er heel veel punten af. De seconde tellen loopt en hij moet nu verder. Hoge steun weer, want zijn lichaam blijft mooi strak. Ja, hij heeft werkelijk een ideale flank. Techniek. Ook in de voorzwaai is zijn lichaam heel gestrekt. Dat is mooi. Achterwaarts wandelen. Nu op één beugel. En van daaruit naar de afsprong. Ook hij gaat naar het andere paardeinde met de lengtasdraai. Mooi slot. Alhoewel natuurlijk voor de titelstrijd het er niet meer toe doet. Sasso Bertoncelli. 26 jaar is deze man. We kijken even terug. Kijk, hier was hij helemaal uit balans. Ja, zijn rechterhand stond ook niet goed op de beugels. Hij zat met zijn steun dus niet goed op de beugels. Kunnen we misschien nog een keer zien. Ja, het is niet zo eenvoudig om precies de oorzaak op te sporen. Want vaak als je in de fout gaat, ligt de oorzaak dus ver daarvoor. Hier nog op één beugel. Ja, dat was fraai, de afsprong. Ja, een vol punt aftrek. Nou ja, reken maar uit. Dan kom je dus misschien in de 14 punten. En het kan zijn dat je dan ook nog een element kwijtraakt. Omdat je halverwege het element eraf gaat. Dan telt ook de waarde van dat element niet meer mee. Dus dan wordt je D-score ook lager dan dat je plan was. En Berkie vindt het prima zo. Ja, hij heeft nog 4 keer wel de Europese titel gewonnen, maar nog nooit de wereldtitel. Nog nooit de wereldtitel. Dus voor Berkie is het prima. De man is toe aan een wereldtitel. En heeft het hier ook laten zien, dat hij het beheerst. De jury is aan het rekenen. 2 juurleden voor het D-panel, die samen naast elkaar zitten. En precies volgens de code, wat in het boek staat, de oefening van een D-score voorzien. En je mag ook alleen maar tegen de D-score protesteren. Zoals we dat bij sprong ook zagen. Russinne. De E-score, de uitvoeringsscore, daar kun je als coach niet tegen protesteren. Daar zitten ook meerdere juurleden. Waarvan de hoogste en laagste afvallen. Dus 5 juurleden, hoogste en laagste valt af. De 3 overige blijven over, daar wordt het gemiddeld van genomen. Vandaar ook dat je 3 cijfers achter de komma krijgt. En er is overleg binnen de jury. En de overleg is vooral bij het D-panel. En dan is er overleg met de supervisor. En de supervisor van het toestel zit achter de hoofdtafel. Die volgt het hele beoordelingsproces. En die moet uiteindelijk de score vrijgeven. De D-score wordt 6.20. Dat is dus al een halve punt lager dan Berkie. En de uitvoering 7.733. En dan kom je opgeteld op 13.933. En daar kan Bartjens helemaal mee leven. Maar Bertoncelli staat nu 3. Dat zal niet zo blijven.
Filip Oede uit Kroatië. Specialist. Zilver won hij in de Olympische finale van Peking. En hij heeft ook een keer zilver in 2008 in Lausanne. Dus 2008 was voor hem een topjaar. Op een wereldkampioenschap nog nooit een medaille. Lichaam blijft strak. Ja, alles op één beugel, dat is goed. Voorzwaai zit ook hoog. Maar toch heeft hij een lagere steun. Dat kan natuurlijk ook met de lengte van je armen te maken hebben. Dat is knap, zeg. Hey, hoe met grote stappen dat hij naar de andere kant gaat. Ja, dat is geweldig. Toon je macht. Dit vergt zoveel training. Nu achterwaarts wandelen. Op de beugel, over de beugel. Op één beugel. Dan zal hij nu naar de afsprong gaan. Jawel, hop, hop, hop. Naar de andere kant. En hij staat. Fantastisch. Filip Oede uit Kroatië. 24-jarige man. Hij heeft ooit bij de Olympische finale scoorde hij 15,725. En hij had toen 6,4 als moeilijkheidsgraad. Kijk, hier zien we die grote stappen. En wat een balans. Dat is zo knap. Dat is zo knap. Hier de handplaatsing. Kijk, je moet drie plekjes vrij hebben. In het midden, links en rechts van het midden. Dat zien we hier zo mooi in beeld gebracht. Prachtig regisseur. Dat we daar eens even goed naar kunnen kijken, naar dit detail. Alles op één beugel. En van daaruit zwaait hij, en zo hoort het ook, niet met kracht, maar met zwaai, met souplesse naar de handstand. Ja, 6,4 was zijn moeilijkheidsgraad in Peking. En hij kwam toen op 15,725 als eindscore. En dat zou nu goed zijn voor de tweede plaats. Niet voor de eerste, want de leidende score van de Hongaar is nog steeds 15,833. 15,833. De rugkant van Oede zien we de Brit die helemaal warm blijft en geconcentreerd. Die komt nog later in actie. Voltige is natuurlijk concentreren. En 6,3 krijgt hij als moeilijkheidsgraad. 9,016 en 15,316. Daarmee staat hij nu op de derde plaats. Deze Hongaar leidt nog steeds het klassement. Tweede de Australiër. Derde de Kroaat. We gaan naar Cyril Thomassonne uit Frankrijk. Een man die we vorig jaar voor het eerst zagen aantreden bij de wereldkampioenschappen in Londen. En daar stond hij ook gelijk in de finale. Voltige. En werd hij vierde. Net geen prijs. En dit jaar bij de Europese kampioenschappen in Birmingham stond hij weer in de finale. En werd hij achtste. Kortom, een specialist. Hoge schaarbewegingen. Door de handstand. Tegen schaar. Weer een tegenschaar. Krap. Hoge steun heeft hij. Kijk hoe hoog hij met zijn heupen boven de handen zit. Er zit veel ruimte tussen. Ja, lange arm en korte romp. Hè? Dat is ideaal, dit toestel. Prachtig. Mooi tempo. Tussen, op de beugels. Nu achterwaarts verplaatsen. Van daaruit naar de handstand. Ja hoor. Oh, wat een prachtige beheersing. Weer een succesvolle oefening. Cyril Thomassonne. Cyril Thomassonne. In de kwalificatiewedstrijd scoorde hij 15,500. En hij heeft zich als derde geplaatst voor deze finale. Maar die scores van begin deze week tellen niet meer mee. Iedereen begint weer vanaf nul. Kijk, daar deed de Hongaar nog even de benen sluiten voordat hij ze weer spreidde. Dat is dan toch weer iets extra's, hè? Kijk, hier blijft gespreid. En wisselt dan zijn benen. Dan is het een tegenschaar. In tegenstelling tot een meeschaar. Dan wisselen de benen niet van plaats. Dan gaat het achterste been over het voorste been heen. Ja, hier zien we het transport tussen. Een enorme belasting van het steunapparaat.
van je lichaam. Schouders, polsen. Je moet erg flexibel zijn in het polsgewricht. Want de handen, die moeten dus achterwaarts. Hè, de dorsaalflexie van de handen moet meer dan 90 graden kunnen zijn. Om dit te kunnen uitvoeren. Vandaar dat je ook ziet, die polsverbandjes, dat is eigenlijk ook om het polsgewicht extra te ondersteunen. Want dat wordt natuurlijk zwaar belast. 15.433. En hij gaat naar de derde plaats ten koste van de Kroaat Filip Oude. Dat is verrassend voor deze Fransman. Maar de Hongaar, Berki, leidt nog steeds. De Fransman. Dus op een derde plaats. We hebben nog, eens even kijken, 3 finalisten te gaan. Een Brit, een Belg en een Armeniër. Eerste Brit, Louis Smith. Een man die dit jaar bij de wereldkampioenschappen de zilveren medaille pakte. En vorig jaar ook achtste werd in de WK-finale. Maar bij de Olympische Spelen de bronzen medaille won. Nou, kijk, hij sluit zijn voeten ook. Hoog, even sluiten, spreiden en kijk. Ja, dat is toch weer iets extra's. Rustig beweging. Het is een lange vent. En dan is je traagheidsmoment natuurlijk wat groot. Even de voeten uit elkaar. Stijlfout. Ja, knap. Gaat hij naar het andere paardeinde. Kijk. Heel veel handverplaatsingen om dit te kunnen doen. Want je moet om je eigen lichaamsas draaien. Nu verplaatst hij voorwaarts naar het andere paardeinde. En nu achterwaarts weer terug. Ja, op de beugel nu. Gaat hij wenden en keren naar de afsprong. Gaat het in balans? Blijft hij daar? En gaat naar de andere kant? Ja hoor. Het is top. Helemaal top. Zelfs Berki, de Hongaar, geeft een applaus. Voor deze Louis Smith uit Groot-Brittannië. Uit Peterborough. Bij de Europese kampioenschappen voor junioren. 5 jaar geleden in Ljubljana won hij de gouden medaille. Daar gaf hij zijn eerste visitekaartje al af. En vervolgens in 2007 bij de Europese kampioenschappen in Amsterdam. Stond hij in de finale, werd hij 4e. En bij het wereldkampioenschap in 2007 won hij brons. Kortom, een man die we eigenlijk altijd zien in deze finale. En dat geeft wel weer hoe stabiel je dan bent. Ja, en of het dan brons wordt, zilver of goud, dat hangt nou net af van die hele kleine details. En ik moet toch zeggen dat dit een hele knappe oefening was. We hebben een paar keer een stijlfoutje gezien. Kijk, dit is misschien wat traag. Het had natuurlijk nog met nog meer tempo en souplesse uitgevoerd te kunnen worden. Ja, daar zitten die kleine verschilletjes in. En hij komt op 15.733. Dat is 1/10 punt onder Berki de Hongaar. En hij pakt nu de 2e plaats in het voorlopig klassement. En de Australiër hier in beeld zakt dus naar de 3e plaats. 1. Berki uit Hongarije. 2. De Brit Smith. En 3. Selatarai uit Australië. De volgende finalist prepareert zich. Zijn steunverband wordt vastgeplakt met tape, zodat het niet los kan raken. Dat zou natuurlijk dramatisch zijn. En we gaan nu naar België, naar Donny Truijens. Echt ook een specialist op dit toestel. 6e was hij bij de Europese kampioenschappen vorig jaar. En ook dat jaar daarvoor 6e. Kijk. Hoog door de handstand, houdt zijn benen gespreid. Waar Smith en Berki de benen nog even sloten. Ja, mooi. Lichaam blijft strak. Mooi in het horizontale vlak. Kijk, dat typeert de echte voltigeerder. Let op de handplaatsing hier ook. 3 plekjes precies om die handen te plaatsen. Dat is knap hoor. Dan moet je zo goed in je balans zitten. En ja, dit gaat ook goed. Dan naar het andere, rugwaarts naar het andere paardeinde. Dat is knap. Nu weer op de beugel. Tussen de beugels, op de beugel. Terug achterwaarts wandelen. Oh, raakt er even met de benen de ligger. Dat kost ritme, dat kost tempo. Gaat dat goed? Nee, dat gaat niet goed. Juist. Toch knap dat hij doorgaat. Daarvoor moest hij wel wat kracht aanwenden. Maar hier zien we nou zo'n voorbeeld dat als je
ergens je ritme kwijtraakt, omdat je even met je benen het paard raakt, dan straft zich dat altijd wat later af. En bij onze Belg is dat dus bij de afsprong. Daar had hij nou net te weinig zwaai om in één keer die handstand in te gaan. Kijk, maar dit is zo knap. Dat achterwaarts transport naar het andere paardeinde. Ja, dat is een meester, echt. Meesterlijk. Hier ook die handplaatsing. Ja, de liggers zijn nu niet meer van hout. Maar van een stroef materiaal. Wat minder magnesium vreet. Zodat je ook gewoon ook zonder magnesium... Kijk, daar had hij even een probleem. En dan moet hij hier ook met de benen... Raakt hij ook nog net even het paard. Hij toucheert als het ware met zijn benen het paard. Ja, en dan ben je tempo kwijt. Ja, dat is toch een ernstige fout. Dat kost hem, dat is jammer. Want dat kost hem misschien wel een halve punt. En dat zien we hier in beeld. 8.533 voor de uitvoering. Dat had misschien wel een 9 kunnen zijn. Maar zijn moeilijkheidsgraad is toch wat laag. 5.60. Dus voor de medailles moet hij nog een paar jaar trainen. Maar toch, Truijens, bravo. 14.133. Je staat hier in de finale bij de top 8 van de wereld. En dat is knap. Chapeau dus. Voor Donna Donnie Truijens. En Berkie lacht. Terecht, lekker ontspannen, want er is nog één finalist te gaan. En dat is deze Haratuyum Merdinian uit Armenië. Kringflanktechniek. Hoogsteun. Oh, was even slordig. Let op de beenhouding, dat is niet helemaal gestrekt. Dat wordt wat gecamoufleerd door zijn turnpantalon. Maar goed, nu gaat hij naar de andere kant. Ook hier even een stijlfout in de benen. Die benen moeten strak zijn, dat heet vormspanning. Je moet als het ware je voltigeoefening kunnen uitvoeren met een zakdoekje tussen je voeten. Als je dat dan, al deze bewegingen dat vasthoudt, ja, dan heb je dus de juiste vormspanning te pakken. En dat is eigenlijk de belangrijkste... Wat deze Armenier mist, de vormspanning. Want qua techniek en qua moeilijkheidsgraad is het helemaal niet verkeerd wat hij hier doet. Alleen het zijn die kleine foutjes die we straks dan ook zullen terugzien in de uitvoeringsscore. Armenië is ook het land van waar een voormalige bondscoach in Nederland bij de vrouwen, Albert Azarian, vandaan komt. Is nu al lang aan zijn pensioen toe daar in Armenië. De man die ringenturner was, Olympisch ringenturner, met de Azarian-techniek. Dat zullen we straks aan de ringen misschien nog wel zien. Maar hier zien we een landgenoot van hem, een jonge landgenoot, excelleren op het voltigepaard. Ja, je hebt in het grote boek heb je 129 verschillende technieken die allemaal beschreven zijn. En Berkie bedankt al zijn collega's en de trainers voor dit prachtige moment in de finale. Dus je ziet hier eigenlijk dat de wereldkampioen, de nieuwe wereldkampioen, de man die al 4 keer Europees kampioen is en nu al medailles had bij de wereldtitels, brons en zilver, maar nog nooit goud. En die gaat nu dus het goud winnen met deze Louis Smith voor Groot-Brittannië, die zich laat feliciteren met zijn zilveren plak. Want ook al is de score van de Armeniërs nog niet bekend. De mannen weten natuurlijk precies wat ze onderling waard zijn. En die score van de Armeniërs is 15.166. Daarmee komt hij op de 6e plaats. En de Belg gaat naar de 17e plaats. En kijk hoe leuk dat is hier. De Russische coach. Die ze... Oh nee, ik dacht het even. Het is zijn Hongaarse coach die hier zijn pupil feliciteert. Jawel, het is Christian Berkie die het goud wint en de wereldtitel. Zilver dus voor Louis Smith uit Groot-Brittannië. En de Australiër Seleturai die het brons pakt. De turners verlaten nu het podium. En hier zien we dan die eindstand nog in beeld. Met toch zeer opmerkelijk op de 7e plaats onze Belg, onze zuidenbuur, Donna Donnie Truijens. Chapeau. Jij bent erbij geweest. Ja, zo zagen we een Belg 7e worden in...